Naar El Bouchata. Oei, zoek daar door de, naar Joël Zwartsen, dat is raak. Voor. Komt helemaal uit bij Touré. Die zit in één keer voor. Komt Kokcu daarbij. Dan is het nu misschien Wouter Burger. Kokcu en het is raak. Orgun Kokcu. Na 18 minuten spelen is het 1-0. De topscorer van Feyenoord onder 19 in de Youth League doet het weer. El Bouchatoui met de hoekschop te volgen was gevaarlijk. Maar nu ook weer. Ja, want die bal vliegt erin. Het is Lucharel Geertruida met de 2-1 voor Feyenoord. Een heerlijke hoekschop van Ashraf El Bouchatoui, weer de architect van dit doelpunt. En Ashraf El Bouchatoui kan het gaan doen. Voor de 4-3 voor Feyenoord onder 19. El Bouchatoui, het is raak. Ashraf El Bouchatoui beslist deze wedstrijd. En kijk die blijdschap aan de kant van Feyenoord onder 19. Ja, Touré gaat op de bal zijn. Kokcu en die zit erin. Orgun Kokcu met de 2-2. Wie anders dan Orgun Kokcu? Het zijn tweede van de wedstrijd. De tijd tikt weg in het voordeel van Shakhtar Donetsk onder 19. Dat op weg lijkt naar de eerste punten in de Youth League dit seizoen. Misschien nog verandering via Geertruida die inbrengt. Vente met een schot en het doelpunt. Dylan Vente dan alsnog met de gelijkmaker in de slotminuten van de wedstrijd. Keeper heeft zijn muur op afstand gezet. Het wordt Orgun Kokcu en die bal gaat erin! Orgun Kokcu met een fantastische vrije trap. Laat keeper Mauricio Scaper helemaal kansloos. Heerlijke goal van Orgun Kokcu. En één ding lijkt nu toch wel zeker, dat Feyenoord naar de play-offs gaat van de Youth League. Mannen van Feyenoord mee in het strafschopgebied. Gaat dit hem dan worden? El Bouchatoui, Kokcu gaat kort. Oh, gaat naar het 16 meter gebied. Die is niet goed, maar die valt dan voor de voeten van Burger. En die gaat erin! Het is Wouter Burger die het doet! In de blessuretijd.